We staan hier voor het Cultureel Centrum Warenaar in Wassenaar. Cultureel Centrum Warenaar schijnt bedreigd te worden met sluiting. De kranten staan er bol van en wij gaan op onderzoek uit. We praten met de betrokkenen om eens te kijken wat er nou precies aan de hand is. Inmiddels zijn aan tafel aangeschoven leden van de Vrienden van Wassenaar. Misschien kunnen jullie even voorstellen. Nou, dat doen we graag. Mijn naam is Bart van Leeuwen. Ik ben penningmeester van het dagelijks bestuur en waarnemend voorzitter, omdat onze voorzitter John Lintje in het buitenland vertoeft. Dat kan gebeuren. Ik ben Madeleine de Roy en ik ben recent lid geworden van het bestuur van de Vrienden van Wassenaar. En ik ben Saskia Ettermaan-Walkaten. Ik ben de secretaris van de vereniging. Oké. Bart, kun je mij vertellen wat de Vrienden van Wassenaar nou precies zijn? Want dat klinkt allemaal heel leuk, maar wat behelst dat? Ellen, wij zijn een burgergroepering, zoals dat in moderne termen heet. Met andere woorden, een samensmelting van belangstellenden hier in de gemeente Wassenaar, die het belang van de burgerij voorop stellen. Niet politiek georiënteerd. Nee. En als vereniging bestaan we 50 jaar. Dit jaar vieren we ons jubileum. Dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid om ons extra aandacht te geven aan het werk wat we doen. En al die jaren lang zijn we steeds bezig geweest om te kijken of er situaties zijn waarin wij als burgergroepering de belangen van die burgerij kunnen behartigen en een beetje kunnen bijsturen van wat zeg maar hier in de burgergemeente speelt. En de politiek daarbij een handje te helpen. Ja, snap ik. En nu, Saskia, zijn jullie dus ook op de bres voor de Warenaar. Nou, inderdaad. We zijn heel hard bezig. We zijn niet alleen bezig met het doen van een onderzoek naar de cijfers en de budgetten, waar Bart expert in is. En te spreken met de mensen die hiermee te maken hebben. Maar we zijn ook hard bezig met handtekeningen verzamelen. We hebben op onze website een link naar de Facebook. En daar staan de beide petities die dus via het internet dan te tekenen zijn. Ja. Inmiddels zijn er al heel veel handtekeningen binnen. Ja. En wat wij merken bij het ophalen van de handtekeningen is dat mensen van jong tot oud en van noord tot zuid in Wassenaar echt heel enthousiast zijn, onmiddellijk tekenen en unaniem zijn in hun steun voor de Warenaar. Ja, want er lopen dus twee petities? Ja, er lopen inderdaad twee petities. We hebben gehoord dat ze beide wel samen gaan. Ja. En daarnaast is er zoveel bekendheid inmiddels over wat er mogelijk staat te gebeuren met de Warenaar. Dat ook niet alleen via de website, maar ook op papier tekenen ontzettend veel mensen. Maar stel nou dat de Warenaar niet gesloten wordt. Dan de gemeente is er natuurlijk op uit, het college, om ergens een bezuiniging door te voeren. Uh-huh. Heeft dat dan niet consequenties voor een van de andere panden in Wassenaar? Bart? Ja, dat is een beetje een gewetensvraag waar ik eigenlijk niet rechtstreeks antwoord op kan geven. Maar wel zeggen dat er natuurlijk een aantal panden zijn waar je misschien met een beetje slimmere keuzes een andere bestemming zodanig aan kan geven dat je gewoon efficiënter met je vastgoed omgaat. Ja. Hier aan de overkant staat het zogenaamde Van Hekerenhuis. Mm-hmm. Nou, het zou best eens kunnen zijn dat je activiteiten die daar plaatsvinden hier kan zeg maar organiseren. En dat je dat Van Hekerenhuis wellicht een veel efficiëntere bestemming geeft en daarmee uiteindelijk als gemeente financieel beter uitspringt. Ja. Dus zet ze allemaal maar eens op een rijtje, die vastgoederen. Precies. En ga ze stuk voor stuk eens even bekijken. Ja. Maar doe dat wel tegelijkertijd ook integraal. En niet alleen maar, zeg maar, ja, ieder apart. Nee. Maar het totaalbeeld is natuurlijk van belang. Ja. Ja. En dat heeft bij de Warenaarkeuze denk ik nogal ontbroken. Ja. Alleen die Warenaar is er uitgelicht en in onvoldoende mate gekeken wat eigenlijk de functie is in een veel groter verband. Precies, want het een heeft direct weer impact op het ander natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel iets waar de gemeente zich dan wat meer in zou moeten verdiepen. Ja, en als je natuurlijk kijkt, Ellen, een cultureel centrum, dat kan nooit zichzelf bedruipen. Dat kan je nooit een verdienmodel meegeven door te zeggen, nou, daar halen we geld uit, daar gaan we geld aan overhouden. Daar moet subsidie bij. We hebben een onderzoekje gedaan en vergeleken met andere gemeentes in Nederland. Ja. Vergelijkbare woningaantallen, zoals Delfzijl en Veghel, om nou maar eens wat namen te noemen. Ja. En al die gemeentes blijkt dat de bedragen tussen zeg maar 500.000 en 1 miljoen aan subsidie naar zo'n cultureel centrum toe moet. Zo. En wij hier in Wassenaar doen al moeilijk over 70.000, als we de heren van de stichting terecht geloven. Ja. En plotseling zegt de wethouder, ja, maar daar moet nog 240.000 bij, ja, waar want dat zijn de kosten komt die we toerekenen.
Ja, dat waar komen die vandaan? Ja, precies. Daar heb jij nog geen verklaring voor gevonden? Nee. Nee, want ik heb diezelfde vraag nu net ook gesteld aan de heren van de Warenaar. Van, ik heb een bedrag gezien van 250.000 euro wat er jaarlijks bij moet. En niemand weet waar dat vandaan komt. Ja, onverklaarbaar. Nee. Ja. Het is onverklaarbaar. We hebben dat uit een rapport, het zogenaamde HTC-rapport, mogen lezen. Ja. En daar luidt de benaming integraal gebouwgebonden kosten. Nou, misschien is het een soort huurbedrag. Maar de wethouder die destijds op 19 april de raadpleegbrief op de tafel legde, heeft daarbij geen uitleg of toelichting gegeven wat voor bedrag dat is. Nee. En als je het zo bekijkt, zeggen we ja, je kan elk bedrag daar neerschrijven en daarmee de exploitatie van de Warenaar negatief maken. Ja. Maar zo hoort dat toch niet? Nee, dat kan niet. Dan ga je toch in overleg om te kijken hoe we dat tot een oplossing kunnen brengen. Mm-hmm. Want subsidie moet er gegeven worden. Dat is een hele gegeven. Maar dat is 60.000 euro, heb ik net begrepen. Ja, maar eigenlijk is dat veel te weinig. Zeggen wij dus. Ja, als je dat in verhouding ziet dus met die andere gemeenten, zou je zeggen dat is veel te weinig. Ja, als Delfzijl zelfs ruim geeft, dan denk ik, nou, dan moet er in Wassenaar toch echt wel wat bij. Ja. Ja, maar jullie hebben ook wat financieel de dingen op een rijtje gezet, begreep ik. Kun je daar wat over zeggen, Bert? Nou, als we kijken nogmaals naar de exploitatie, voor zover we dat hebben kunnen bekijken, dan doet Wassenaar dat op zich prima. Met die 60.000, 70.000 kan de stichting helemaal uit de voeten. Ja. En dan ineens komt er een bedrag van die 240 of 250. Wordt er nu in die zogenaamde raadplegenbrief aan toegeschreven. Mm-hmm. En daarvan wordt dan door de college gezegd dat is negatief. Die exploitatie negativiteit kunnen wij niet dragen. Dus dan moeten we de Warenaar maar afstoten. Ja. Als je dat natuurlijk in feite al jarenlang weet, dat er die extra kosten zijn in de zin van groot onderhoud, dan had je natuurlijk al 10, 20 jaar geleden een potje moeten maken, even simpel gezegd. Ja. Daar elk jaar een bedrag in stoppen. En als het dan echt een keer cash-out betaald moet worden, gebruik je het potje voor die betaling. Ja, nou, ik heb begrepen dat er dus een potje was en dat het vorige college heeft gezegd, we gaan dat potje gewoon in de algemene reserve storten. En nu moet er dus geld komen en dat moet eigenlijk dus uit de algemene reserve komen. En nu zegt iedereen ineens van, oh nee, maar we mogen niet aan de algemene reserve komen. Dat het verhaal is. Ja, dat verhaal horen wij ook. Maar als boekhouder zeg ik, als het een algemene reserve is, die is nou juist bedoeld als reserve voor onverwachte uitgaven. Ja. Handig is het niet, had het nou apart al een benaming meegegeven in het voortraject, want anders gaat iedereen uit de algemene reserve putten. Ja. Maar goed, als een vorig college dat besluit, dan moet je dat dan maar even respecteren. En als huidig college zeggen, en als we kijken naar de afsluiting van de jaarrekening 2016 met een netto resultaat van 1,3 miljoen positief. Precies. En reserves in de pot van 59 miljoen. Dan vraag je toch af, daar moet er een oplossing te vinden zijn voor deze Warenaar. Nou, ik begreep het net ook van de heren die zeiden van ja, er wordt dan een bedrag van 2 miljoen genoemd. Maar wij hebben het op een rijtje gezet en wij komen met 750.000, komen we er al mee uit. Dan hebben we echte dingen gedaan die we... En de andere is meer de luxere dingen, zeg maar. Dan hebben we het toch al over een heel ander verhaal, zou ik zeggen. En dat is ook een beetje kwalijk, dat er gewoon een verkeerde voorstelling is gegeven van cijfers, van percentages, van de budgetten. En ik denk dat een aantal mensen gewoon op verkeerde basis dus een besluit hebben genomen. Ja. En dat is kwalijk. Als we daar nog wat aan toe mogen voegen, die raadpleegbrief, die werd dus zodanig op die 19 april datum aan de raadsleden voorgelegd, als zijnde een soort fait accompli. En een wethouder die zegt, ik mag dit zelf beslissen, maar goed, ik ga jullie toch even raadplegen. Nou, wat ons dan verbaast is dat de wethouder van cultuur niet opstaat en zegt, wacht even, de Warenaar heeft een bijzondere culturele functie in dit dorp. Voordat we nou besluiten nemen in die sfeer, laten we eens even met elkaar overleggen dat gegeven het feit dat we die cultuur zo belangrijk vinden, met theater en podiumkunst hier allemaal, dan moet er toch op een andere manier qua juiste prioriteitenstelling een oplossing te vinden zijn voor dat financiële vraagstuk. Want de oplossing is er wel, maar we moeten hem ook willen. Ja. Ja, en dat je dus dat cultuurbeleid als uitgangspunt neemt. Ja. Hè? Als de wethouder van cultuur vaststelt, en samen met de raad natuurlijk, dat ze hier een hoogwaardig
aanbod willen hebben, dat het lokaal makkelijk te bereiken moet zijn. Zoals het nu al is, het is geweldig hier, zo'n schitterend aanbod met topartiesten die juist naar Wassenaar komen. En een van de petitieondertekenaars was Casper van Koten. Ja. Nou, dat is ook niet de eerste de beste. Nee. Die zei, ik vind het juist zo aardig om naar Wassenaar te komen. Het is een heerlijk theater, ik heb daar goede herinneringen aan. Ik heb zelfs mijn broer, die toneelschrijver is, die heeft eerst als cabaretier opgetreden hier. Ook volle zaal. Dat is juist zo aardig om naar dit theater te komen hier. En daarin geef ik de stichting Waren ook inderdaad gelijk. Die stelt, en dat heel belangrijk vindt, dat er, mocht er alternatieven zijn, dat die eerst gevonden worden. Ja. Alvorens de Waren helemaal te sluiten. Ja. Dat kan niet. Nee, het is dus de procedure die weer eigenlijk op zijn kop staat. Volgorde. Precies. En waarom is het nou voor de vrienden zo belangrijk dat er hier de Warenaar blijven? Dat culturele, waarom is dat zo belangrijk? Waarom kunnen we niet naar Den Haag of naar Leiden? Waarom willen we dat in Wassenaar? Nou, precies als Saskia zegt, ik denk dat het heel belangrijk is dat cultuur ook makkelijk bereikbaar wordt voor iedereen. En als er een zekere afstand is, wordt het toch wel een stukje moeilijker. Mm-hmm. Waardoor is heel laagdrempelig, denk ik. Zo komt het over. Dus ik denk dat daarom ook heel veel mensen zich hier happy voelen en er ook gebruik van maken. En ik denk inderdaad dat cultuur is echt een van de belangrijke zaken die ook te maken hebben met de leefbaarheid, met het prettig kunnen wonen in Wassenaar. Wassenaar staat als in de top 5, geloof ik, van de beste woongemeentes van Nederland. Mm-hmm. Dat word je niet zomaar. En dat is niet alleen die zee en het groen. Dat is veel meer dan dat. Het is ook de cultuur. En dat hoort er ook bij. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Nou, zoals we het straks zeiden, de slogan op de cultuurnota: kunst verrijkt, verheft en biedt troost. Ja. Nou, dat zegt toch alles? Ja. En dat moeten we koesteren. Ja, zeker, zeker. Is het ook nog een vind ik dan persoonlijk een argument, dat er hier toch wel veel oudere mensen wonen? Dat het voor die oudere mensen een grotere stap is om naar bijvoorbeeld Den Haag of naar Leiden te gaan? Ja. Ja. Maar dat horen we ook in de verhalen van de mensen die dus tekenen. Zoals we zaterdag in de Langstraat stonden met mensen spraken. Zeiden, ja, het is zo plezierig dat je wandelend naar de Warenaar kan gaan. Dat het ook makkelijk toegankelijk is. Ja. Nou ja, laagdrempelig letterlijk. Er zijn hier geen drempels. Ja. Dan is een van de ideeën die al genoemd is door een betrokken iemand, dat je dus voor het sociaal ook meer doet. En dat je dus de oudere mensen die hiernaast wonen gelegenheid geeft om hier Sinterklaas en Kerstmis te vieren. Bijvoorbeeld. Wat gaan jullie concreet nog meer doen als vrienden van Wassenaar? Nou, wat we uitdrukkelijk naar voren willen brengen is dat waar aanstaande woensdagavond de cultuurnota ter bespreking voor ligt in de raad, dat wij daaraan voorafgaande als vrienden, nou juist alle raadsleden, benaderen. En dus daarmee de politieke partijen, niet alleen de oppositie, maar ook eigenlijk de coalitiepartijen willen benaderen en zeggen: lieve mensen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. We hebben hier een stukje documentatie voor jullie, een soort semi-motie, op grond waarvan we graag jullie steun willen verwerven om deze besluitvorming eens even op de schorten CQ in een heel andere baan te gaan leiden. Mm-hmm. Ik wens jullie ontzettend veel succes. En fijn dat jullie je inzetten voor het algemeen belang van Wassenaar. En we zullen zien wat daarvan komt. Ja, dankjewel voor deze gelegenheid. Dankjewel. Graag gedaan.